Commissaris van Politie Hemant Kumar Sarjo, wederom loopt de man naast zijn schoenen. Ik heb klachten gekregen dat deze man Sarjo, een jongeman, een student van de Ramda Tewariweg, onder pressie zet dat deze student huurgeld moet gaan betalen aan de dame Kalka Singh Sharika. Even laat ik die lemmetje chutney weghalen. Of nog, laat ik het laten. Ik gebruik lemmetje chutney voor suikerziekte hoor. Maar kom ik hier Sarjo Chinso lemmetje ook doen. Kom ik jij ook terug wat deze Sarjo heeft gedaan. Op 6 augustus, 2 maanden terug, is de man Naushad Santu in verzekering gesteld. Santu heeft zijn vrouw Sharika Kalka Singh bedreigd en of mishandeld. Op zich geen probleem, Santu Sroto. Nu was bezig deze Sharika Kalka Singh, werkzaam bij ROGB, bezig dat huis en perceel voor Sarjo te verkopen. Mij betekent nu dat hij Sarjo alleen die ego's onderzoek aan zaak naar Ramda Tewari weg, toch? Naar Tortisi. Maar goed, ik heb brieven geschreven naar 36 notarissen in Nikeri in Suriname om deze zaak onder een vergrootglas te plaatsen. Goed, door ik hier plotseling Sarjo muisstil. Nu, deze Naushad heeft nog een huis geërfd van zijn opa. En opa de Dekba, dus Naushad en pa no demor. Dus Naushad, hij controla also, en Naushad heeft het gehuurd voor Leonard Sadeel. Maar wat doet deze commissaris van politie, Sarjo? Hij zet die jongeman, Leonard, onder pressie, onder drukking, hoor nefik jaman, dat hij dat geld van huishuur moet gaan afgeven aan de dame Sharika Kalka Singh. Sarjo, civiel, you know, sabi. Er was een machtiging. Mag ik een machtiging? Wil je een machtiging bidden? Over, hier heb ik een machtiging, Sarjo, machtiging. Santu heeft dat huis gehuurd voor dat ander jongeman. Dus vrouw nodde in atordis. Dus hoor je me voor, u mag de jongeman niet onder pressie zetten om geen enkel geld te betalen. Sarjo, 16 september 2023, je moest gaan naar pensioen officieel. No broeia atelling. Je bent libio naar Rus. Met de bedoeling dat je je pensioen rustig afbouwt. Minofali aan. Je schroot om je minofali aan. Nog respect. Maar ik verzoek u om de orde in het district niet te verstoren. Uw dagen zijn geteld. Uw uniform gaat u moeten inleveren. Uw wapen gaat u moeten inleveren. Uw pas gaat u moeten inleveren. Pet gaat u moeten inleveren. Sarjo. Minolo big mama, me big you. No bruya atelling. Kom niet tussen Sharika en Naushad en de familie. Family story, naga in zee. Maar even kijken, laat ik iemand bellen. Dan, wat we kunnen doen, Nafisa, kijk of je die jonge man, Leonard, kan bereiken. Hij moet hier komen bij mij. Ja, hij moet hier komen. Nou, luister je goed? Nafisa, luister je? Goed luisteren. Bel die jongeman Leonard, laat hij hier komen bij ons. En dan ga ik met hem praten en dan gaat hij met zijn privémobiel Sarjo bellen. En dan neem je dat gesprek op zonder dat die jongeman dat ook weet. Goed, dan gaan we dat doen. Dus die jongeman roepen, dan gaan we het verhaal aanhoren. Tot straks. Ja, huurder. You're also for me grandpa. Ja. Jujur a oso fu mi grandpa. Da pena Ramda Tewari. Ramda Tewari weg. En suma e bel you? Dus in het begin. Naushad vrouw.
we gaan naar school toe. Ja. Daar is zo'n van dat van nou zou je inzien dat je niet bij een gaan moet. Dan mag je naar school toe bel me. Daar is kide, mijn stadje, de mego drape. Daar bel je school toe, daar geen opdracht gaat tegen. Tegen boy tak, me geen opdracht, daar gaan we 3 euro op paya vrouwen moet. Ja. Tot school toe bel je. Mak nak net mak nak belek dami hisa ama higima telo dami tak na nga asko tu. Ya. Tak da mitak mane atak gim Leonard mitak mi ebel mane sarju ting le hisa ama ne hisa mitak me rego suke no pe ade. Ugado met mete net so mitak bel para dispos. Ya. You ab mobil? Ai. Ai mi. You bel sarju nanga you mobil. Yaban number fama? No, no aban number fama. Yap sarju number? No. Ai mi abe mami no bele. Mi no abe mi bele. No, mami kamang bele ama. Ai da mogi aman number ta? Ya. No, you no bele fama. Mami wan arka kas perek. Ai. To se you nanga sarju. Aman number na 85 90 225. Put in that speaker. 8590225. Dat is allemaal te jammer. Even. Ja, ik bel je terug, ik ben in een gesprek. Je hebt een man dat Juna Leonard, zo'n zijn. Wat is dat speaker? Hallo? Ja? Ja, met Leonard. Ja. Met Leonard van Paradijs, huurder van het huis van meneer Santu. Oh ja. Ja. Morgen om 9 uur moet u bij me komen. Morgen om 9 uur? Ja, morgen om 9 uur op Nieuwenkeri. Ik heb. Waarom? Als je komt, dan zult u dan weten. En ik heb. Hoe heet hij weer? Aan de opdracht eigenlijk aan Prins Charan gegeven. Maar Prins Charan zegt hij is net verloren. Ja. Ja. Wat is het probleem tussen dingen en die mevrouw? Dus eigenlijk. Die vrouw van meneer Nausjaat is opgesloten, toch? Dan wil die vrouw dat ik het huurgeld aan haar moet betalen. Maar die broertje, hij heeft een machtiging gemaakt waarvan dat zegt dat hij nu vertegenwoordiger is. Dan heeft hij mij gezegd dat ik dat geld moet houden bij mij en totdat Nausjaat eruit komt en dan moet ik aan hem betalen, aan Nausjaat. En wat moet die vrouw en kinderen hier dan eten? Wat moeten die vrouw en kinderen gaan eten? Ik weet niet. Zo, dus. En ik denk niet, dit is dat notaris. En breng die dingen, die machtiging, als je het onder ogen hebt gehad. Want er moet eerst een zaak aanhangen zijn, toch? En dan kan de notaris zo een machtiging maken, toch? Als die man in het cellenhuis is, hoe is die notaris daar gegaan om een machtiging te maken? Ik weet het niet. Als hij in het cellenhuis moest komen, dan moest hij toestemming hebben van mij. Ja, ik ja. Dus ik weet niet of die notaris een valse dingen heeft gemaakt of wat. Maar het zijn kinderen toch? Ja. Heeft twee volwassenen kinderen? Ja. Maar voorlopig heb ik. En waarom zou hij dan van die kinderen van geld onthouden? Ik weet het niet, maar verleden had ik wel een bezoek aan hem gedaan. En hij zei me, hij liet me duidelijk weten dat ik dat geld aan hun niet moet betalen, meneer Nausjaat zelf. Ja, maar dat leg ik uit als meneer Nausjaat je dat heeft gezegd, toch? Ja. Moest er een zo hoe hij weer. Dan moest hij ervoor zorgen dus dat die kinderen voor hun onderhoud geld moeten krijgen, hè? Ja. Precies. Die kinderen kunnen dan niet op straat blijven, toch? Het zijn kinderen, toch?
Ja, en dingen, maar voorlopig heb ik dat geld niet. Aha. Ja. En hoe komt het dat u dat geld niet hebt? Was want er gaat eind van de maand je weer payamant, hoor. Ja, maar het was een beetje druk. Met spullen kopen en zo. En ik dacht van, als Nowshad eruit komt, dan zou ik hem dat geld ergens zoeken en hem betalen zo. In ieder geval komt die maandag morgen om 9 uur. Dan gaan we dat even bespreken. Dan ga ik dat ook voorleggen aan de officier. En kijken van wat de officier ervan denkt. Meneer Sarjo, met Mohunas Nasarali, het gesprek is op record. U bent in problemen. U gaat niemand onder pressie zetten om te betalen. Wacht even, man. Meneer Sarjo, u speelt een 1-2 als u een relatie heeft met die dame. Naar uw probleem. Maar u gaat niemand onder pressie zetten om geen dubbeltje te betalen. Ifaya no officieel. Hey Leonard, me vergeet voor actie het een vraag. Ai. Huh? Me vergeet voor stel je het een vraag. Ai. Hoe lees de school toe kan je? Toen lees ik het lekker, me gaan naar bureau. Bureau de Moskou. En de tijd zei die Moskou? De tijd die hij staat voor huur van je. Aha. En ja. Speciaal school toe je Moskou? Dus ik kan niet gewoon naar bureau. De kario a bureau tak im voor verhuur tori i fugo pai moni. Ah, ja. Oké, okay, nee, goed, dat mi bon sabi. Ah, de school tu se refer bo middel no voice, Arjo Biggie.